Nou, we zijn hier bij de Web Summit in het prachtige Lissabon. Dan kom je altijd een hoop Nederlanders tegen. Een hele hoop. Dus, ja. Kan je jezelf voorstellen en zeggen waar je mee bezig bent? Ja, zeker. Ik ben Jaap Siebenga. Ik ben de founder van JPO. JPO is een deeleconomie platform waarop mensen opslagruimte kunnen huren en verhuren. Dus als iemand een zolder of een kelder of een berging, een schuurtje, wat dan ook over heeft, dan kan hij die verhuren op het platform aan de buren. En zodoende hoeft men dus niet meer naar een zelfstootfaciliteit à la Shurgard. Ja. Die op verlaten industrieterreinen zitten, die vrij prijzig zijn vaak. Maar kunnen ze dus echt om de hoek opslaan. Ja, en hoe kom je verder bij het idee? Ja, het idee, het heeft meerdere aanleidingen gehad. Ik ben gewoon sowieso een deeleconomie fan. Je huis delen, je auto delen, wat dan ook delen. Ja, het is de toekomst. Maar hoe het eigenlijk het idee is ontstaan, is dat een vriend die was gaan samenwonen. Hij heeft een hele inboedel gekocht, alles nieuw. Yeah. En op een gegeven moment gingen ze uit elkaar. Het gebeurt. Toen ze uit elkaar gingen, moesten hij ergens zijn spullen opslaan. En ja, hij kon wel een beetje hierop slaan en een beetje daar, wat bij zijn ouders, wat bij mij, maar het was ook ver weg. En nou, had hij helemaal geen zin in, dus hij wou het op één plek opslaan en hij ging uiteindelijk naar een van die self-storage faciliteiten toe. Ja. En heeft hij het voor €300 per maand opgeslagen. En dan dacht hij ook, ik ga het misschien een maandje doen of twee maanden. En vervolgens heeft hij het een paar maanden opgeslagen. Betaalde hij €300 per maand. En ik vond het zo extreem. Ik dacht, dat zou ik zelf nooit doen. Maar is het nou eigenlijk jou, want je geeft aan, ik ben fan van de deeleconomie. Zou het nou eigenlijk even heel erg onaardig zijn, jouw idee niet haaks op de deeleconomie, dat je uiteindelijk minder spullen hebt en dus waarschijnlijk ook minder ruimte nodig hebt? Ja, nee, nou goed, het is inderdaad zo dat we heel veel spullen kopen die we eigenlijk niet gebruiken. Dus wat dat betreft zou het beter zijn als ze of doorverkopen aan mensen die het wel gebruiken, of in ieder geval iets anders ermee doen. Nee, absoluut. Dus ik, in een ideale situatie dan maken we bijvoorbeeld een spullenbibliotheek in de kelders van mensen thuis. Ja. Zoals de deelkelder doet dat op een vaste locatie. Maar ja, je zou het net zo goed bij mensen thuis kunnen doen. Ja, maar oké, aanleiding, die vriend samenwonen ging uit elkaar, hoop spullen over, hoop geld. En toen dacht je even, nou, daar is potentie. Inderdaad, want ik had tegelijkertijd ook door dat er best wel wat mensen waren die gewoon echt ruimte op de zolder hadden. Of nog beter in hun storage box, gewoon onder het appartement. Soms staat er een keer een stel oude banden in, een fiets. Mm-hmm. Het wordt eigenlijk niet optimaal gebruikt, die ruimte. Ja. En dat is zonde. Ja, dus ben je een platform gaan bouwen? Het idee gekomen, doe je dat in je eentje? Nee, ik wou dat ik het zelf kon bouwen, maar helaas is me dat niet geleerd om echt goed te programmeren of iets dergelijks. Dus daar heb ik een heel goed team voor. En we zijn echt nog veel aan het testen en aan het ontwikkelen. We zijn zelfs nog in de beta-versie, maar we zijn na een paar maanden live. Het gaat goed, maar dus ik heb het niet zelf ontwikkeld achter de computer, het helemaal opgebouwd, maar dat heeft het team eromheen gedaan. Ja, maar dus een paar maanden lijst, dat is ook je eerste ervaringen. Wat waren de dingen die je vooraf aannames die hebt gedaan die in de praktijk gewoon compleet niet waar waren of die juist extra werden bevestigd? Je hebt natuurlijk de droom dat het gelijk vanaf het begin af aan heel goed gaat. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Je moet echt er hard voor werken. Welkom in de realiteit, jongen. Ja, precies. Dus dat is natuurlijk altijd zo met een bedrijf starten. Of tenminste, je moet heel veel geluk hebben. Wat me toch nog wat tegenviel, dat ik verwachtte toch wel dat mensen zo bekend waren met de deeleconomie, vooral in Amsterdam. Dat je ze toch niet zo hoeft uit te leggen. Maar heel veel mensen die ik aanspreek in het onderzoek doen bij de mensen, thuis op straat, is dat ze toch best wel een argwanende houding hebben. En dat ze zoiets hebben van, gaat het dan niet zomaar doen en mag dat wel? Mm-hmm. In principe is het heel sociaal. Hè? Je brengt de buurt bij elkaar. Je bespaart de ruimte die anders ergens anders moet gebouwd worden of wat dan ook. Plus, je hebt geen toeristen in je huis of iets dergelijks. Dus wat dat betreft is het nou eens overlast. En zullen ook de woningbouwcorporaties en de gemeenten zullen daar ook
geen problemen hebben. Want zie je ook dat ze, wat je in het begin aangaf, één groot voordeel van jullie is dat je uiteindelijk je spullen lokaal bij jou in de buurt opslaat. Mm. Dus niet ergens achteraf op het terreintje onverlicht. Of waarschijnlijk heb je een auto. Maar zie je ook gebeuren dat mensen ook binnen een bepaalde straal rondom een huis die opslag zoeken? Of gaan ze vaker wel wat verder weg? Nee, men wil natuurlijk iets in de buurt hebben. Dat is juist het hele voordeel. Natuurlijk, een self-storage box, een klassieke, is ook heel nuttig. Je weet precies waar je aan toe bent. Het is een bepaalde tijd open. Je weet precies hoeveel je krijgt, wat je gaat betalen, whatever. Nou, dat weet je bij ons trouwens ook. Maar, wat was de vraag ook weer? Nou, je wilt op mensen ook echt gewoon in een bepaalde straal rondom een huis dingen opslaan. Ja, absoluut, juist. Want het voordeel is dat je geen auto bijvoorbeeld hoeft te huren. Mm-hmm. Dat je er altijd nog even bij zou kunnen, het is om de hoek. Dus zeker. We zien juist dat mensen iets in de buurt zoeken. Ja. En hoe kijkt de gevestigde orde, hè? De Sure Guard of hoe ze allemaal heten, tegen jullie aan? Ben je daar al mee in gesprek gegaan? Ik moet zeggen dat ik niet één op één nog met een echte self-storage-eigenaar heb gesproken. Trouwens, ik heb een afspraak om later vandaag met iemand te praten eigenlijk. Die heeft in Amerika en Canada een aantal grote self-storage faciliteiten. Ja. Dus nou ja, daar gaat misschien een hoop uit blijken. Ja. Nou, wat ik me voorstel dat het qua funding boeiend kan zijn. Dat is ook wel een partij die ook aan het experimenteren is, maar uiteindelijk ook... Dat het ook, uiteindelijk ga je natuurlijk naar een totaaloplossing voor opslag. Ja. Dat je ook gewoon elkaar aan kunnen vullen. Dus misschien ook wel qua partnerships, misschien zelfs laat ik hem overname wel interessant kan zijn. Nou ja, eigenlijk is dat met alle onderwerpen in de deeleconomie. De traditionele industrie, die zou eigenlijk juist veel meer moeten samenwerken met die nieuwe ideeën en initiatieven. Op zijn minst investeren. Want stel dat op een gegeven moment de deeleconomie gewoon echt de ouderwetse economie overneemt. Of in ieder geval grotendeels. Mm. Dan kan je in ieder geval meeliften. Of je gaat zelf als Sure Guard een deel... Nou ja, dat moet ik niet hard zeggen, maar ik bedoel, of samenwerken met mij, ja tuurlijk, dat zou ze moeten doen. En zo'n samenwerking, hè? Want heel vaak de uitdaging is, oké, uiteindelijk kun je wel een deal maken, maar en dan? Dus stel bijvoorbeeld, straks komt meneer en mevrouw Sure Guard naar je toe en zeggen van, goh, zullen wij gaan samenwerken? Op wat voor manier zou je dat ook dan willen inrichten? Wat willen ze het willen inrichten? Ja, dat moeten we samen overleggen, maar je kan er een... ik denk dat ik gewoon... dat we op onze manier gewoon moeten verder gaan en dat de samenwerking gewoon niet per se zichtbaar is. Nou ja, het nieuws kun je natuurlijk doen en dan net als een centraal beheer die met deeleconomie platform werkt, dan is het natuurlijk ook een uithangbord. En als een Sure Guard dat doet, kan het ook een uithangbord zijn dat ze meegaan in een nieuwe economie. Maar anderzijds brengt het natuurlijk ook hun eigen klanten op ideeën om het gewoon lekker in de buurt op te slaan. Dus het is natuurlijk lastig voor hen. Ja, aan de andere kant, je klanten dom houden is voor mij niet echt de beste strategie. Je bent nu vooral in Amsterdam actief, zei je eerder. Hoe gaat het daar? In ieder geval, lukt het een beetje om daar ook echt tractie te krijgen? En waar zit nog je uitdaging qua vraag of aanbod? Ja, we staan echt aan het begin. We hebben nu rond de 20 ruimtes in Amsterdam. Nog een paar in de rest van Nederland. Maar ja, we focussen gewoon echt eerst op Amsterdam. We zorgen dat daar het goed staat. En dan gaan we door naar andere steden. Misschien wel het buitenland. Dus hoe het ervoor staat eigenlijk? Ja, maar ook bijvoorbeeld merk je bijvoorbeeld dat er meer aanbod is dan vragen of andersom? Ja. Op dit moment wordt nog niet elke ruimte natuurlijk constant verhuurd. Het gaat een beetje. Ja, het is allebei nog niet. We moeten allebei nog hard werken. En het is gewoon een tweezijdig platform. Dus je moet allebei die kanten gewoon keihard bij elkaar krijgen op je platform. Oké, maar een andere vraag. Stel bijvoorbeeld, je spreekt met twee mensen. Eén iemand die ruimte heeft, over heeft. En één iemand die ruimte tekort heeft. Ja. Of ruimte nodig heeft. Ja. Wie van de twee is het moeilijkste te overtuigen? Degene die ruimte over heeft. Die zijn natuurlijk wat makkelijker te benaderen, want die kan je wat vaker benaderen of wat dan ook. En die hebben niet op dit moment iets nodig. Terwijl iemand die ruimte zoekt, die gaat pas zo daar op zoek naar als hij het nodig heeft. Dus dan moet je precies op dat moment hebben. Dus het is allebei een andere uitdaging eigenlijk. Ja, dus eigenlijk moet je al, zoals je al in ieder geval meer aanbod dan vraag hebben. Om ook gewoon te kunnen inspelen op die meer on demand behoefte. Nou, de focus is het allerbegin natuurlijk het meeste op de aanbodzijde. Ja, want zonder aanbod kan je natuurlijk niks verhuren. Dus dat is heel logisch. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wat dingen verhuren. Want omdat die mensen de ruimte erop zetten en als er niks gebeurt, dan is het natuurlijk, dan hebben ze ook niks aan. Maar de focus is inderdaad wel toch op de ruimtes erop krijgen.
Ja, en verder kan groeien. Wat je aangeeft, eerst Amsterdam, dan andere steden. Want uiteindelijk moet je natuurlijk een bepaalde dekking vinden in een bepaald gebied. Dus kun je niet het platform opengooien voor de rest van de wereld. Ja. Als je kijkt bijvoorbeeld komend jaar. We zitten nu in november. Stel bijvoorbeeld, we staan hier volgend jaar. Nee, op zich een beetje wisselend. Af en toe bijzonder en af en toe niet. En trouwens, we zijn ook in Lissabon. Dat is natuurlijk even anders dan in Amsterdam. Maar stel bijvoorbeeld, we spreken elkaar volgend jaar op de websummit hier. Wat zijn in ieder geval dingen die je dan bereid wil hebben? Iemand heeft aangeboden om hier in ieder geval een ruimte op JPO te zetten. Wat we dan bereikt hebben, dan willen we gewoon in Nederland in ieder geval gevestigd zijn. En dan even kijken of we dan aan het flirten zijn met het buitenland. Het liefst wel. Maar dat ligt eraan hoe snel het gaat. Ja. Dus het doel is zeker om dan in ieder geval in Nederland het bekende platform voor het verdelen van opslagruimte te zijn. Ja. Binnen een jaar, Oké, dat is mooi. Dan spreek je over een jaar weer en succes daarmee.